Dolf Dekking is al ruim 20 jaar professioneel instructeur voor hogere rijvaardigheid. In de serie Rijden zoals rijden bedoeld is, geeft hij advies over het verbeteren van de rijvaardigheid op de openbare weg. Vaak hoor ik mensen zeggen dat het rijden op hogere snelheid op bijvoorbeeld een Duitse autobaan niet zo heel erg interessant zou zijn. Toch zie ik heel vaak tijdens trainingen dat deelnemers best wel tips en tricks kunnen gebruiken om het rijden op hogere snelheid veiliger te laten verlopen. Niet alleen veiliger, maar ook meer ontspannen. Maar wat ik dan regelmatig zie, dat is dat deelnemers wellicht onder invloed van een beetje adrenaline op hogere snelheid, 250 plus, krampachtig achter het stuur gaan zitten. Nou, laten we eens kijken wat er nou precies onder zo'n auto gebeurt op hogere snelheid. Wat in ieder geval van belang is, dat is om je ervan bewust te zijn dat de band een heel flexibel geheel is, waarbij je het wiel vanuit het hart aanstuurt, maar de feitelijke opdracht op het loopvlak pas uit laat voeren. Dat betekent dus dat als je het stuurwiel heel krampachtig vasthoudt, er nooit een mooie samenhang zal zijn tussen het hart van het wiel en het loopvlak van de band op hoge snelheid. Oké, laten we nu maar eens gaan kijken hoe het er vanuit de auto uitziet. We gaan dus een beetje tempo opvoeren. Heel belangrijk daarbij, dat is dat het stuur gewoon los vastgehouden wordt. Zeker niet gaan knijpen. Die auto die moet gewoon zijn loop kunnen vinden. Nou, dit is iets te kort op elkaar, dat verkeer. Ik haal tempo er even iets uit. Moet ook nog te beremmen zijn. Als de auto's kort achter elkaar rijden, dan moet je er wel van uitgaan dat de een de ander zal gaan inhalen. Niet door een roze brilletje kijken en er maar vanuit gaan dat ze wel achter elkaar zullen blijven hangen. Want ook op dit soort snelheden heb je natuurlijk wel weer wat remweg. Ik ga bewust nu wat van links en naar rechts om ook te laten zien dat je op een hogere snelheid nog steeds je auto soepel kunt blijven besturen. En we gaan ook een keer een harde remming maken, daar komt hij aan. Lekker losjes op de handen, maar wel met behoorlijk wat pedaaldruk. Nu laat ik de rem weer vloeiend los. En we gaan weer verder. In de volgende aflevering gaat Dolf het hebben over de bochtentechniek.